Nou, de Hersenstichting steunt ons onderzoek en wij doen onderzoek naar het openen van de hersenen met behulp van ultrageluid. Je moet je zo voorstellen, er is de bloed-hersenbarrière en de bloed-hersenbarrière die zorgt ervoor dat de hersenen eigenlijk beschermd worden tegen schadelijke stoffen uit het lichaam. Dat is enerzijds heel goed, maar anderzijds wil je natuurlijk heel graag dat medicijnen wel op de plek aankomen om hersenziekten te behandelen. Zoals in mijn geval hersenkanker bij kinderen. Nou, en door middel van ultrageluid, en dat heet Focused Ultrasound, FUS, kun je met door middel van hele kleine microbelletjes in de bloedstroom kun je, en van buiten geluidstrillingen toepassen, de hersenen tijdelijk openen voor therapie. En dat is natuurlijk fantastisch. Zeker in het geval van kinderen met een hersentumor, maar ook in het geval van heel veel andere hersenziekten kan dat mogelijk profijt hebben. Dus we zijn eigenlijk heel dankbaar dat de Hersenstichting ons onderzoek steunt. Kinderen en volwassenen met een hersentumor, maar daarnaast ook voor Alzheimer-patiënten, doordat we heel precies het immuunsysteem willen karakteriseren in de hersenen. En ook willen kijken of we met behulp van medicijnen die dat immuunsysteem kunnen veranderen, in combinatie met het ultrageluid, die ziektes kunnen veranderen. Dus dat we in wezen in het geval van kanker het immuunsysteem kunnen leren hoe de kanker beter op te ruimen. En in het geval van Alzheimer juist te zorgen dat het immuunsysteem niet overactief raakt. Dit onderzoek is juist nu heel belangrijk, omdat we zien dat er heel veel doorbraken zijn in de wetenschap, hè, in de medische wetenschappen op andere vlakken, maar dat we zien dat eigenlijk voor de behandeling van hersenziekten eigenlijk nog niet zoveel vooruitgang geboekt wordt. En dat geldt dus voor kinderen met een hersentumor, maar ook voor ouderen met Alzheimer. En daarom is het zo belangrijk dat we nu eindelijk eens een keer door het openen van de hersenen voor therapie mogelijk nieuwe stappen kunnen gaan maken. Nou, de eerste resultaten van het onderzoek verwachten we ergens in 2023, 2024. Je moet je voorstellen dat zo'n nieuwe technologie eerst heel goed getoetst moet worden door de autoriteiten, zeg maar. En dan moeten we natuurlijk gaan starten met deze behandelstudie bij kinderen en volwassenen met een hersentumor. En dat duurt een tijdje voordat je de resultaten hebt. Dus je gaat kijken naar veiligheid, je gaat kijken naar hoe mensen dit verdragen. En pas later weten we natuurlijk of mensen ook daadwerkelijk een langere overleving hebben dan patiënten in het verleden. Als er heel veel geld zou zijn en de sky the limit is, dan is het natuurlijk heel belangrijk dat we deze technologie nog verder gaan uitzoeken voor kinderen met hersenkanker. En dat we gaan uitzoeken welke medicijnen er precies nodig zijn. Misschien ook de volgorde van medicijnen. Hoe vaak het nodig is dat je focused ultrasound toepast bij kinderen. Maar ook volwassenen natuurlijk met een hersentumor. En daarnaast denk ik dat het ook belangrijk is om deze technologie die er toch is, ook verder te onderzoeken voor heel veel andere hersenziekten. Daar valt te denken aan Alzheimer, aan Parkinson, maar ook bijvoorbeeld depressie.